any longer. So much advice that you could have found, I know you didn't enjoy yourself any longer. Thank you.
Dat ik het de eer en het genoegen heb om een cantus te lezen. Met uw medewerking zal dat wel lukken, zo hoop ik. Het is de bedoeling dat we tijdens dit zangfeest
twee heerdronken uitbrengen en het drinken is nu eigenlijk een beetje voorbarig. Mag ik vragen dat je dat even aan de kant zet? Want straks zul je niks meer hebben, hè? Als ik drink op de gezondheid van de Peters. En als uw flesje dan leeg is, dan is dat toch niet interessant. Het is een oud studentenritueel. En jullie zijn nog geen studenten, maar voor sommigen zal het geen 100 dagen meer duren. Zo hoop ik toch. Hè? En we wensen ze dat ook toe. Maar het is een goede traditie die we wensen voor te zetten en een dag als deze schikt daarvoor. Wij beginnen normaal met het lijflied van de studenten. Het Gaudeamus Igitur, bladzij 3. Of bladzij 2, ja. Dat wordt rechtstaande gezongen. Waarom? Het is zo goed als het volkslied van de eeuwige student. En we zingen dat met de hand op het hart. Hai, we staan daarvoor. Silentium. Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus. Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus. Post jucundam juventutem, post molestam senectutem, nos habebitus, nos habebitus. Vroeg nog een keer dat ze recht is toch niet, want daar is een affront als ze blijven zitten. En het moet je allemaal recht staan. Blijven zitten is een affront. De corona staat mooi recht. Voor die derde, vierde en vijfde jaar dus nog een keer opnieuw zingen. Ja. Mag ik bij deze mevrouw Vager tot schachtenmeester benoemen en haar vragen dat ze goed toezicht houdt op het feit dat de derde, vierde en vijfde jaars het ritueel respecteren. Silentium, silentium triplex. Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus. Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus. Post jucundam juventutem, post molestam senectutem, nos habebitus, nos habebitus. Oh, dat zijn is. Pagina 8, Juchuit. Silentium triplex. Omnes ad sedes. Ad exercitium sacri salamandris, omnes quiadestis surgite. Surgimus! Surgimus! Surgite! Omnes
is dat ze de silentium triplex. Silentium triplex. Spaar alsjeblieft de stem van uw prezes, want ik moet nog menig lied kwelen vanavond. Waarvoor ik u dank. Commilitonesques, we zullen opnieuw de heilige salamander beginnen en aanvangen. Ad exercitium sacri salamandris omnes quiadestis surgite. Derde keer. Goede keer. Ik zou mevrouw de schachtenmeester willen uitnodigen om diegenen die de derde keer een fout maken uit de zaal te laten brengen. Deze jonge dames moeten naar het toilet. Intussen verwelkomen we AVTV. Derde keer. Mevrouw Mortier, mevrouw Oosten, u bent hier net binnengekomen, maar ik wil u waarschuwen, derde keer, goede keer. Als u niet doet wat er moet gedaan worden, zal Brigitte zeker een rode kaart uitreiken. Ja. Silentium triplex. Ja. Omnes ad sedes. Ja, er is iemand die denkt dat ze dan moet buiten gaan. Het is misschien de gelegenheid om een mopje te vertellen. In de eerste les Engels die ik had, dat was een zeer gerenommeerde leraar waarvan iedereen zeer veel schrik had. En die begon met een hele uiteenzetting in het Engels. Hij had speciaal een aardappel in zijn mond genomen en wij verstonden daar geen barst, maar ook geen barst van. Zegt hij op zeker moment, de buzzerie open de windows. En wel, de buzzerie open de windows. En de jongen ging van achter op zijn knieën zitten. Zo, onlees dat zien. Silentium triplex. Ah.
Ad exercitio, sacri salamandris. Omnes commilitones et commilitonesques qui ad estis, surgite! Ik heb de indruk dat alle laatstejaars zich bij deze tot schachtenmeester hebben uitgeroepen. Ik vrees dat ze binnen 100 dagen een toontje lager zullen zingen. Mag ik dan ten tweede erop wijzen dat men niet drinkt zonder daartoe een uitnodiging of een bevel te hebben gekregen. En dat moet vandaag zo worden begrepen dat een uitnodiging een bevel is en een bevel een uitnodiging. Waarbij wij het opnieuw stil laten worden om de eerste heildronk uit te brengen. Commilitones, commilitonescus. Liefste commilitonescus, leerlingen van de laatste jaars en alle andere leerlingen, straks leerling ook van hun laatste jaar. Laat ons hopen, daar hebben wij het glas op. Liefste leraressen en beste leraars, ook op uw gezondheid willen wij vanavond het glas heffen. Laten wij dan ook het glas heffen ter hoogte van al onze kwalen. Onze wijsneuzigheid, onze balorigheid, onze hardnekkigheid. Ter hoogte van onze bovenste lip, van onze onderste lip. Van onze middenste lip. Een toontje tot afscheid. Ik heb niks gehoord. Een toontje tot afscheid. Leggen wij dan ook het glas ter hoogte van onze romborsten. Van onze stijfhoofdigheid. Van onze lange armen. Van onze zere tenen. De hoogte van de namen die ons met de moederschoot heeft gevonden. Hebben wij het glas op de hoogte van de laatste jaar? Op de hoogte van de 100 dagen? Op de hoogte van deze campus? Op de hoogte van de Peters die dit vandaag georganiseerd heeft? Op de hoogte van Tom Horsten die momenteel in quarantaine is. Ja! Ik wil bij deze nog eens mijn erkentelijkheid uitspreken voor de zeer verzorgde manier waarop hij de leiding van dit gebeuren heeft genomen. En nogmaals, ter hoogte van Tom Horsten. Ja! Ter hoogte van Vincent die straks deze heidroom zal beantwoorden. Ter hoogte van alle lieve leraressen en leraren. Commilitones, commilitonescus, ter hoogte van onze Kurt van Eeghem die de drie schoolwijzen zal presenteren, Mia Schellaert. Ter hoogte van beide Peters die bij de drie wijzen het Vlaamse lied zullen presenteren.
Ze wisten dat nog niet, maar we spoedigen ze nog eens aan. Hey! Ter hoogte van de heer Van Wijnsbergen, die kan Camus Spiessens zal imiteren. Ter hoogte van mevrouw de Prairie, of de La Prairie, of hoe moet ik het zeggen, alias Martin Vermeers. Komlitonis, komlitoneskes, ter hoogte van iemand anders uit de drie wijzen, Joke Verkamer. Komlitonis, terwijl we bezig zijn, nog een ander van de drie wijzen, de heer Joris Wijkmeers. Komlitonis, komlitoneskes, ter hoogte van onze schachtenmeester, mevrouw Brigitte Verge. Ter hoogte van onze dorstige kelen. Ter hoogte van de heer De Wulf. Mevrouw Koor. Mevrouw De Korte. En mevrouw Van Tiekhem, die zijn daarachter verschuild, als ik het goed. Commilitonescus, heb je dorst? Ja! Kunt u nog een beetje wachten? Nee! Toch wel. Nogmaals ter hoogte van Chrysostomos. Nee! Ter hoogte van het naderende einde van het schooljaar. Nee! Ter hoogte van de komende vakantie. Nee! Heeft uw bier al warm? Ja! Dan moeten we wachten tot het is afgekoeld. Ter hoogte van de maandag over 8 dagen. Wij mogen niet nalaten te drinken op de gezondheid van allen hier aanwezig, in het bijzonder ter hoogte van de zesde BI. De zesde handel. De zesde modekleding. De zesde sociale en technische. De hoogte van het zesde kantoor. Ter hoogte van 6 kledingverkopende boezen. Ter hoogte van 6 organisatiehuizen. Ter hoogte van mevrouw Mortier, die ik vergeten ben. Ter hoogte van 7 kantooradministratie. En last but not least, ter hoogte van 7 mode- en maatkleding dames. Dorst gekregen. Ja! Dan zullen wij eerst zingen van Bierhef. Bierher, Bierher, over ik van hem, jongen. Bierher, Bierher, over ik van hem. Zou dat bier in keller liggen, om daar liggen, om daar vliegen. Bierher, Bierher, over ik van hem. En dan bladzij 15. Ant exercium sacri salamandris, omnes quia destes sujete, sortimus! Medes picantes! Happens by happening.
glas. Voor onze 100 dagen. Voor de directeur die dat alles mogelijk heeft gemaakt. Voor Peter en Peter voor de begeleiding. Voor mevrouw Velle en de keusvrouwen. Die het middagmaal hebben verzorgd. Nu geef ik het woord aan onze kantoor, meneer Rozen. Vierders en schachten hebben wij het glas op nog een keer die fantastische 100 dagen. Op dat eentje van die 100 dagen. Op Tom Oster. Nee! Op François. Nee! Op Putje. Nee! Op al de anderen die zich van alles hebben aangetrokken. Nee! Op de vierders. Het glas op de 100 dagen vierders. Yeah! Op ons nevee van ambt, dat je er allemaal mag aanwezig zijn. Yeah! Ja, verhoogde band. Bovenstellen. Onderstellen.